Hallo, ik ben Hans en dit is As the World Spunks. Welkom, dit is As the World. Dit is As the World Spunks. As the World Spunks. Jullie kijken vanavond naar As the World Spunks. Wie ben ik? Dat zou ik me ook afvragen als ik jou was. Jij bent de kijker. Maar wie ben ik? Ik ben in Wiegen, zitten vandaag bij de Wereld Daardoor en wij zijn. Vandaag hebben we een uiterst abnormale uitzending. We hebben namelijk een uitzending vol met... Romantiek. Doe dat nou niet. Als je het nog één keer doet, dan zorg ik ervoor dat alles nu in een uur kapot gaat. Stop even, stop even. Waarom? Je mag het één keer doen straks, na de 3, 2, 1. Hallo lieve kijkers, je kijkt naar As the World Spunks. Mijn naam is Gwen Pol en naast mij zit immer charmante Barbara Karel. Een Dutch bloggie. Sommige mensen doen het met bloemen. Omdat ze zo weinig zelfvertrouwen hebben dat ze denken dat bloemblaadjes hun de liefde van hun leven zal brengen. Maar als je door het bos loopt en je ziet een dode vos en er komt een prei uit hun kont, dan weet je het. Ze houdt van je. Hoe lang voel jij je al opgesloten in een vrouwenlichaam? Is ongeveer... 5 jaar geleden. Doe het niet! Serieus, ik zeg het tegen Frank. En sinds die tijd loop jij met een berenpak rond, klopt dat? Ja, dat klopt. Geeft dat enige vorm van bevrijding? Soms. Toen ik daar naast je vader stond, Kees. Toen voelde het zo natuurlijk. Jij wil van je berenpak af? En je wil je transformeren toch tot vrouw? Ja. Ja, ja. Gaan we vandaag ook rubrieken doen? Nee. We hebben Giel Beelen, toch? Ja. Hebben we Giel Beelen? Laten we gewoon een paar films van hem zien. Nee, maar laten we gewoon midden in alle chaos Giel Beelen aankondigen. Ja? Ja, doen we. Oké. Okay. Je moeder rook gisteren ook naar vuur toen ik klaar met haar was. Het favoriete YouTube filmpje van... Giel Beelen, die vandaag in De Wereld Draait Door was. Zijn toelichting luidt... Wat een te gek filmpje. En jullie zijn zo tof. Ik kan het me niet voorstellen. Kijk morgen allemaal naar 3FM. Nou Giel, bedankt. Hoe kun je nou kijken naar 3FM? Dat is toch een radio? Ja, die Giel die spoort echt niet. Dit was allemaal niet gelukt zonder mijn moeder en Gwen. Morgen heb je hier spijt van en je weet. Wacht. Nee, Tim. En volgend jaar gaan we weer een Dutch bloggie winnen. Hoop ik. Je moet wel iets moois van maken. Zo. Morgen zijn we er weer, met weer een normale aflevering van As the World Spunks. En zoals altijd, ook al is het een rare aflevering, zending uit zijn af... Het slotfilmpje. Wie ben jij? Nou heb ik echt niet.